Welkom allemaal bij Zien met je handen. Kathleen en ik, Daisy, wij gingen op zoek naar hobby's en activiteiten voor en van mensen met een visuele beperking. Hoe vul je je vrije tijd? Dat was de vraag die we stelden aan enkele studenten van de Markgraven. Voor deze aflevering zitten we samen met Kathleen Houtmeijers, ook een studente van de Markgraven. En we zitten op school, maar Kathleen, haar hobby is eigenlijk vooral thuis. Kathleen, kan je eens vertellen over jouw lievelingshobby? Ik lees heel graag in mijn vrije tijd. Op passend lezen vind ik heel veel jeugdboeken. Dat is een website met boeken, maar dan voor Nederland. En vertel eens een beetje meer, wat voor boeken luister je graag, waar luister je, hoe lang? Ik lees bijvoorbeeld heel graag Razend van Carrie Slee. En allemaal jeugdprobleemboeken lees ik ook allemaal graag. En ik doe dat als ik thuis ben, bijvoorbeeld na school of na mijn stage of in het weekend en vakanties. En dat doe ik dan zowel met de laptop als met de Daisy als met de webbox. Maar de boeken zoeken doe ik alleen met de computer. Maar de rest doe ik allemaal te luisteren, zoals streamen en downloaden. En ik lees bijvoorbeeld 2-3 uur en dan pauze. En dan na een dag of zo nog eens 2-3 uur. Want zo'n 10 uur, dat is een beetje te lang om te lezen. Ja. Of dan zijn die boeken te langdradig. En als je dan opzoekt, je zoekt naar jeugdprobleemboeken... En zijn er nog een aantal criteria waar je op zoekt? Bijvoorbeeld hoe lang ze zijn? Of... Ja, op lengte is dat soms een beetje moeilijk om te sorteren. Dat kun je maar per boek zien. Maar bijvoorbeeld op leeftijd of in taal bijvoorbeeld kunt je zoeken. Of in welke leesvorm kunt je zoeken. Of een man of een vrouw is. De stem. Ja, de stem, ja. De inlezer zelf kun je niet zoeken, maar bijvoorbeeld wel man of vrouw. En lees je dan hele dikke boeken? Nee, want zo boeken die heel lang duren, zoals 10 uur of langer, zou ik de draad kwijt zijn. Dus dan zou het echt al maximum 6 uur of zo mogen zijn dat een boek duurt. Kathleen, kun jij dan een stukje laten horen misschien van zo'n audioboek en hoe je dat afspeelt? Oké, dat is goed. Ik doe dat met mijn kleine Daisy. Het boek heet Babylove en het is geschreven door Gonneke Huizing. Dat is de auteur. Na het eten ging iedereen naar boven om zich om te kleden en voor de laatste maal te oefenen. Robin, jij moet als rector eigenlijk een stropdas voor, zei Marit. Lena eentje van Verkuil, stelde Sterre voor. Heeft die er een bij zich dan? Vroeg Kim. Hij heeft toch nooit een om? Iedere leraar heeft een stropdas, meende Sterre. Anders is het geen echte leraar. Ik ga wel vragen. Robin stond al bij de deur. Heb je zo nog andere hobby's die je graag zou willen doen of die je ook doet naast lezen? Bijvoorbeeld, ik speel heel graag gezelschapsspelen. Maar er zijn heel weinig mensen die dat al leuk vinden, dus dat is wel jammer dat ik dat niet zoveel kan spelen, want ik doe dat heel graag. Op school doe je dat ook niet? Goh, nee, daar is meestal ook niet echt de tijd voor, nee. Maar dan in de woonondersteuning, daar zou je kunnen spelen? Dat zou wel leuk zijn als er meer interesse voor was. Nu wordt dat heel zelden gedaan, 1 keer per jaar of zo, maar dat is eigenlijk heel weinig. En welke spelen speel je graag? Bijvoorbeeld Pim Pam Pet of 3-4 persoon speel ik graag. Of met de kaarten, vind ik ook leuk. Hoger, lager. Ja. Er zijn in Antwerpen ook een aantal cafés waar je gezelschapsspelen kan gaan spelen. Je kan daar met vrienden naartoe gaan, maar je kan daar ook naartoe gaan alleen. Om daar dan andere mensen die ook graag gezelschapsspelen spelen te leren kennen.
Wist je dat? Nee, nee. Is dat dan met ziende mensen of? Dat denk ik wel, ja. Want dan moet een speel nog goed aangepast zijn, anders is het al moeilijk om te doen. Hè? Of ze moeten nu echt al helpen, dan gaat het. En naast gezelschap spelen en lezen, wat doe jij nog graag in je vrije tijd? Dan luister ik heel graag muziek. Zoals house muziek of zo. Dat vind ik heel leuk om te luisteren. Want ik heb een aantal Nederlandstalige radio's van Nederland die ik graag luister. Zoals Radio Ibiza vind ik wel leuk, of Party. Ik word vrolijk van die muziek om daarnaar te luisteren. Dat is iets helemaal anders dan een boek lezen. Ja, inderdaad. Ik wist zo graag zo eens af, een keer lezen, een keer een spelletje, een keer muziek. Ik vind dat wel een stof, niet altijd hetzelfde om te doen. Beste luisteraars, Zien met je handen zit er weer op. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. Kathleen en ik zien jullie graag weer voor het volgende interview. Tot dan!